begint weer koud te worden. Dat klopt, het begint koud te worden. Weet je wat dat betekent, Wilbo? Nou... Dat betekent dat we weer bordspelletjes gaan spelen. We hebben in de zomer ook bordspelletjes gespeeld. Ga nou niet zo doen. Wilbert, het is weer tijd voor Game of Life. Oh man, ik ben zo goed in het leven. Ben je goed in het leven? Wat heb je allemaal al gedaan? Wij gaan kijken wie aan het einde van deze game het beste is in leven. Wie is het rijkst? Wie is het armst? Wie heeft de meeste kinderen? Ik denk dat we kunnen constateren dat jij het rijkst bent van ons twee, aangezien ik afhankelijk ben van jou qua babydoekjes. Ik wil geen babydoekjes winnen, for fuck's sake. En willen jullie vaker Game of Life? Druk op het duimpje. Ja. Abonneer. Ik wil vaker Game of Life. En laat een lieve reactie achter, Wilbo. Ik druk op ready. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor zelf. Ready, jij mag als... Oh! Ronald gaat als eerste. Eindelijk. Eindelijk is het mijn tijd om te shine. Ik heb een golfkarretje al. Dus dat betekent dat ik meteen naar college ga. Ik leef meteen 100.000 euro in. Ik ga spinnen. Ben je er klaar voor? En spin! Ik gooi 2. Dit is nu al een topbegin. Ik mag weer een keuze maken. Ga ik mijn computer upgraden voor 100.000? Maar dan krijg ik meteen 2 spaarvarkens, want die moeten we namelijk sparen. Of ik ga bowlen tegen jou voor 100.000. Je wilt wel bowlen tegen mij, toch? Ik wil niet bowlen, man. Straks verlies ik en dan heb ik geen... Weet je wat? Ga je computer upgraden en dan heb je 0 euro. Ik ga mijn computer upgraden. Hoppa, 0 euro. Jij kan me nu al naaien, hè? Dat kan ik zeker. Neem me alsjeblieft niet naaien. Oké, dit is nu mijn beurt. Wat ga jij doen? Ga je naar college of ga je werken aan je carrière? Ik ga naar college, want ik ben een nerd. Nu mag jij opnieuw gooien. Misschien ga jij bowlen met mij. Hallo, mijn naam is Hans en ik neem de kans. Mijn naam is Hans Kans, daarom heet ik zo. En we gaan nu kijken hoe deze pro-gamer gaat draaien. Laten we even kijken. Wilbert, ga je normaal draaien? En je gooit 6. 6. Nou. Dus dan ben je dan meteen al bij het college? Volgens mij wel, toch? Je gaat meteen al afstuderen, hè? Gefeliciteerd, jongen. Ik ben zo slim. Ik ben geslaagd in 1 seconde. Wilma, wat ga je doen? Wat gaat je baan worden? Oh man, dat is de vraag. Wat ga ik doen met mijn leven? Kan ik een ice cream sculptor worden? Of een seashell maker? Ik vind jou wel zo'n persoon die dan ijsko gaat maken, dan andere mensen gaat dissen als je ze een ijsje wilt geven en dan snel gaat toveren of zo. Nee, ik ga ijsko's maken en dan ga ik piemeltjes maken. Ik ga piemelijsjes maken. Wat ga je gooien, Wilbo? Dit is spannend. Ik ga niet gooien, ik ga draaien. Oh, bij de hand! Oh, en je gooit weer 6! Ah, eindelijk, jouw tactiek is gefaald, Wilbo. Ja, man, mijn tactiek is gefaald. Hé, hey, maar je kunt nu wel een nieuwe... Sucks to be me. Oh mijn god, meer geld. Wat baal ik? Je gaat nu meer verdienen. Wacht maar, Wilbo. Ik zal ook veel verdienen. Ik ben multimiljonair aan het einde van deze video. Goh, spin! En ik gooi ook 6. Ik wil een 6 als geluksnummer hebben nu. Man, eindelijk is die geslaagd, hoor. Doet hij ook 5 jaar over. Wow! Hey, Wilbo, ik ben geslaagd. Ben je blij voor me? Ik ben heel blij voor je, man. Thanks. Zou ik ijsjes maken? Dat is ook leuk. Of... Ga maar kijken naar vogels. Dan kun je van die irritante mensen zijn die dan een vogel hoort en dan gaat van... Oh, jongens, dat is de... Winterse kip. Die hoor je het meest tijdens september. Ik ga naar vogels kijken. Ik ga nu op Facebook plaatsen dat ik weer een koolmees heb gezien of iets in die richting. Oké, ik ga spinnen en ik hoop dat het hoog is. 8. Ik heb 8 gegooid, dus dat betekent dat ik bij jou ben, Wilbo. Hey. Hey man. Oh nee, ik ben nu al op een rad gedraaid. Dit gaat nu niet goed komen. Je hebt meteen wel 120. Dus het is wel goed dat je het risico hebt genomen voor die spaarvarkens. Spin! Please, geen... Nee! Ik raak alles kwijt weer! Oh. Oeh, 110 moet je betalen. Yikes. Yikes, ik heb meteen 10.000 euro. Nou, ik heb in real life niet eens 10.000, dus... Oh, abonneer op Wilbo voor de 10.000. Als je abonneert op mijn kanaal, dan kun je misschien 10.000 euro winnen. Oh, ik ga meteen abonneren, oké? Alweer 6! Alweer 6! Waarom is je geluksgetal gewoon niet 6? Dan was je nu echt super rijk geworden. Dat is 3 keer. 3 keer 6. 3 keer 6 is 666. 666 is het duivelsgetal. Ik ben de duivel. Ga je single blijven of ga je trouwen? Ik wil trouwen. Ik ben een hopeloze romanticus. Gebruik nog steeds Tinder. Are you shitting me? Weer 6! Volgens mij is 6 je lievelingsgetal, maar je bent getrouwd, Wilbo. Ik ben zo'n lekker ding dat ik getrouwd ben in 1 seconde. Dat ze zag mijn scooter
meteen verliefd. Oh boy, ik kan meteen al in de schulden komen, want we gaan nu volgens mij draaien. Oh ja, we gaan draaien. Draaien, kijk, wat voor gift ik je ga geven. Oké, okay, of 30.000. Oh nee, ik maak sowieso verlies. No! Of 6. Nou, ik zou voor jou op het rode proberen te komen. Hey, alsjeblieft. Wilbo, jij houdt van me. Ik sta nu in het min 20.000, dus dat betekent dat ik moet lenen. Wilbo, waarom draai je niet normaal? Wilbo? Ik draai normaal. Waarom telt dat niet? Wat de fuck is dat voor bullshit? Wilbo, draai normaal. Je nee! Oh god! Je gaat wel snel door het leven, Wilbo. Nee, ik ga het leven gaat zo snel. Oh... Ik ben bijna baby's toe. Oké, je bent op een actie. Ga je een kostuumwedstrijd houden of ga je voor de charity wat doen? Nou, weet je, ik ben wel zo'n iemand die volunteert, weet je wel. Oh, ja, dankjewel. Misschien had ik anders weer meer schulden gekregen. Out of my... Ik weet dat ik moet lenen. Hier. Oh. Ik heb 30.000 veel, maar dit is top. Hey, Ronald, het is oké om skeer te zijn. Laag, laag, laag. 7, dat is mijn geluksgetal, toch? Ja. Hey! Oké, okay, maar zal ik single blijven? Ik ga ook een familie starten, man. Ik wil ook een familie. Ik weet niet hoe het voelt. Ik ben eenzaam. Nee! Hey, thanks, man. Graag gedaan. Vijf. Gaat ook van mijn geld af? Oh, maar ik krijg nog weer loon. Nee! Weer een taxi! Waarom is de wereld zo pijnlijk? Hier, neem al 110.000 euro. Nee, ik heb het niet. Nee, ik ben gelukkig straks met een vrouw. Heb je al veel mooie vogels gezien? Ik heb de belastingvogel gezien. Heel bed. Oh, jezus, hou nou eens op, joh. Nou, maakt toch niet uit. Ga je voor een huis of ga je voor een kind? Ik ga voor een baby! Jij hebt het all the time over baby's. Ik heb het eigenlijk altijd wel veel over baby's. En je bent één. Hey. Oh. Wat ga je doen? Ga je een band starten? Ook heel erg leuk. Of ga je een garage sale houden? Ik ga een band starten. Puur om... Kijk, jij kan... Ik kan 80.000 winnen of 20.000 winnen. En jij ook. Ja. Maar dat wil je gunt het me niet. Nee. Waarom gun je het me niet? Nou, weet je... Nee. Oké, okay, ik ben nu ook getrouwd en ik zie dat Wilbert er ook is en hij is blij voor me. Dankjewel, Wilbo. Ja, ik ben blij voor je, man. Zou je mij 60.000 willen geven in plaats van 30.000? Ik heb het echt nodig. Yay! Oh, ik mag nog een keer spinnen. 7. Weet je, ik help graag de mensen die onder mij staan. Wow. Oké, okay, ik heb 1. Een ik doneer graag aan het goede doel. Je kan 100k betalen en dan kun je 2 hartjes krijgen. Of ik ga allemaal games verzamelen. Twee hartjes, dan sta je wel gelijk met mij met hartjes. En dan kun je die dikke cash krijgen met 2 kroontjes. Wat zal ik doen? Oh nee, de tijd gaat al. Ik weet niet wat ik moet doen. Je krijgt sowieso weer loon binnenkort, dus je kunt het er wat wagen. Oké, okay, ik ga naar een concert voor 100.000 euro. Heb ik die hele stadion omgekocht of zo? Ja, echt hè? Hey, je hoeft wel een goede band die speelt. Volgens mij is het de Beatles die we speelt. En weer begooit weer 2. Dat is echt heel top. Jij zit al op een... Je zit al op de 500.000 en ik heb 0. Ga je weer een band starten? Of ga je een sushi masterclass doen? Ja, ik ben wel zo'n sushi meester. Jij houdt niet eens van sushi. Betrakteer je dan mij ook op sushi? Natuurlijk. Ja, weet je, jij hebt het nodig. Ik kan het niet betalen. Gooi hoog, please. Geen Texas. 2. Oh god. Dat is geen Texas. Meer geld. Hoppa. Je hebt die 100k gewoon weer terug. Ik krijg 100.000 van de regering. Ik zei toch dat het een goede move was. Jij dacht dat ik je zat te naaien. Het was een goede move. Nee, ik was wel gewoon bang. Ik was bang voor het leven, oké? Okay? Maar soms, you know... Soms moet je het riskeren om het biscuitje te krijgen. Hier, alsjeblieft, man. Hier. Oh, dankjewel, Wilbo. Jij steunt het goede doel. Ja, geen enkel probleem. Jij bent zo'n goede jongen, Wilbo. Ik wil een baby, ik wil een baby, ik wil een baby, ik wil een baby. En je krijgt een baby erbij. Hoppa, ik wil een baby. Neem je een baby of een hond en een kat? Een baby. Ik zeg, ik wil een baby. Wil je hem vernoemen naar mij? Nee. Waarom niet? Papa, waarom vernoem je mij naar een zwerver? Weet je al. Gooi. Dit is hem. Nee, 10, kom on! Nou. Oké, okay, geld, kom. 120.000. Jij bent beter in het leven. Wil jij een keuze voor me maken? Zal ik investeren in mijn toekomst of een familie krijgen? Investeren. Ja, maar het probleem is, ik zie daar belasting staan. Ik durf te zweren. Ja, maar die zit ook aan het einde van de familiepad, dus. Ja, maar ik wil ook kinderen. Die kun je ook nog krijgen als je de andere route neemt. Wat zou ik doen? Ik ga investeren. Oh, weet je, als ik 5 gooi, ik stop meteen met deze. Ik ga nu geloven. 7! Dus dat betekent dat ik weer geld krijg. 50.000 erbij. Nee, dat bedoel ik. Je hebt gewoon weer een hele comeback gemaakt. Salaris, je komt niet bij. Hoppa. En we krijgen weer een feit wedden.
Ja, maar deze nu heb je 560.000. Nu heb je meer geld dan ik, hè. Dus nu kan je taxes wel missen. Deze 500.000 die we daar zien, gaat er nu weg. Kijk maar dit. Een actiekaart. Daar ben ik wel blij mee. Hier, de 100.000 kun je nog twee spaarparkertjes erbij. Oké, wel. Heb je zin in een bordspel? Of moet ik investeren in de stockmarket? Nee, ik wil bitcoin. Maar. Je bent een zakenman. Ja, ik ga investeren in de bitcoin. Je hebt 460.000 over. Ja, maar ik heb nog steeds iets van belasting. Ik moet straks nog die 50.000 terugbetalen. Wil je met? Druk op spatie, please. Druk gewoon op spatie. Ja, verdomme. Oké, Wilma, wat ga je doen? Ga je naar college of ga je genieten van je toekomst? Nee, ik ga voor educatie. Ik ben wel zo'n educatieman. Ja, je gaat terug naar school. Ja, het gaat wel heel veel van mijn geld af. En hey, ik heb meteen mijn diploma. Je bent zo slim, Wilbo. Het is net alsof ik een etiket aan het invullen ben. Wilbo, wat ga je worden? Ga je een hangglider-piloot worden? Ik ga naar schildpadden kijken. Jij gaat naar schildpadden kijken. Ja, ook leuk? Ja, dat vind ik leuk. Zit je nou te oordelen op mij? Ik oordeel niet! Zit je nou... Oh, ik hoor die cynische ondertoon van jou wel. En meneer die heeft nu meer geld dan ik, dus dan is hij meteen cooler dan ik ook. Helemaal niet. Ja, nee, je staat nu meteen al boven mij. Helemaal niet, dat is ja, ook nog 3%. En je hebt een actie. Oh my god. Wat ga je doen? Ga je je huis renoveren? Je hebt niet eens een huis. Of ga je of ga je mijn huis renoveren. Mijn denkbeeldige huis. Je denkbeeldige huis, en dat is het mooiste wat er dat is. Dat is het mooiste wat er is. Je renoveert je toekomst al. Deelbouw, dit gaat hoog worden. Check dit. Nee, laag. Spin! Oh. Nee, je gaat hem even normaal draaien ook. Ja, ik probeer normaal te draaien, maar hij werkt. Spin! Oh. Dat weet ik niet. 9! Nou, dan ben je in ieder geval niet op taxes terechtgekomen. Gelukkig. En maar wat zal ik doen? Zal ik teruggaan naar school of zou ik genieten van het leven? Je kunt genieten van het leven en een baby krijgen. Of je kunt 100.000 betalen om een betere baan te krijgen, terwijl jouw baan al 120.000 oplevert. Ik wil een betere baan. Oké. Okay. Ik wil terug naar school en ik ben ook geslaagd, Ninky. Yeah! Wat zal ik worden? Nee, zal ik naar schildpadden kijken of zou ik een seafood chef worden? Ik ga jou gewoon nadoen. Jij bent beter in het leven. Waarom doe je mij na? Als jij wint, hè, dan geef ik dit de schuld. Hoezo? Mijn baan, Jan. En ik gooi 7. Niet op Texas, please. Oké. Ik heb loon. En wow, ik kan verhoging krijgen. Ja, je kunt toch 220.000 verdienen ook. Ik wil meer verdienen. 220.000, kom maar bij papa. Wie had wat gedacht? Comeback Ronald. Comeback Ronald. Nou, jij hebt meer van die varkentjes, dus ik denk dat jij wint. Veel wit. En 3. Kijk hoe rijk je bent. Kijk hoe rijk je bent. 500.000. Kijk hoe rijk je bent. Oh nee, Wilbert. Niet je huis weer renoveren, please. Ik ga mijn huis maar weer renoveren. Wilbert, ik heb niks meer. Ik ga mijn huis renoveren. Alweer. Je hebt een kind, je hebt een vrouw. En ik heb niks. Nee, ik heb een vrouw trouwens. Ik moet het zeggen, je hebt een vrouw en 760.000. Jij gaat richting de miljoen. Jee, geluksgetal. Yeah, en... 800.000. En weer 100.000 erbij. Nou, dat bedoel ik. Kan ik ook gewoon niet mijn belasting alvast betalen? Want ik wil gewoon... Ik heb geleend. Ik moet terugbetalen. Jij gaat sowieso winnen. Nee, jij gaat winnen. Oké, okay, tijd voor een draai. 9. Dat vind ik niet zo'n leuk getal. Jawel, dat is je favoriet getal. Heb je het all the time over. Ja, maar dan ben ik meteen hier. Maar Wilbo, je mag een keuze. Maar ga je de risky road nemen of je gaat de safe road? Hallo. Hallo. Ik ben een loser, Ronald. Ik ben ook een loser. Zullen we samen Wilbert. Ja. Waarom ben je altijd aan het uitrekenen? Omdat ik een strategie heb. Oké, ik wil het gewoon hier doen. Hey, thanks. Kut. Ik bedoel, alsjeblieft. Jee, 960.000. Deelbouw. Je bent een miljoen. Ik ga proberen om jou ook geld terug te geven, oké? Ja, maar dat... Oké. Weet je, dat maakt het natuurlijk niks uit. Oh, jij hebt ook salarisverhoging. Ja, ik heb ook een promotie. Ik ben beter in mijn werk dan jij, dus... Pijnlijk. Kijk, we zijn al bijna bij de finish, Ronald. En het lijkt erop dat jij gaat winnen, want no way dat ik in de buurt kom bij die 960. Oh, 1! Een huis! Een huis! Ja, ik heb eindelijk een huis! Yeah! Oké, laat ik een huis kopen. Dan krijg je weer 2. Oké, Wilbert, wat voor huis zou ik kopen? Zou ik een Giant Bracken Breakfast verkopen? Of een Town Centrum in? Ik denk dat ik voor Town Centrum ga, man. Nou, dat is niet zo'n goede winstding. 800.000 kun je ermee terugkrijgen, hè? Dan win je. Als je deze verkoopt, win je, dan heb je de gewoon in de pocket. Want je krijgt er like, minimaal 400.000 weer voor terug.
Oké, ik doe het. Oh, kijk hoe mooi, ik heb een huis, Wilbert. En een fiets. En een fiets, yes. Wilbert. Ja? Je krijgt 10 euro als je nu normaal gooit. Ja. Oké, okay, ik gooi. Hoezo? Ik gooi niet eens. Ik gooi niet eens. Ik draai. Oké, je mag weer in actie. Ga je bingo'en of ga je de loterij spelen? Ik ga bingo spelen voor 100.000. Dat is wel... Ik hoop dat je echt bingo moet wel een hele goede prijs zijn die ik dan kan winnen. Ik hoop oprecht dat je naar de maan mag als je wint. Ja, oprecht. Oké, is mijn tijd om te shinen. Go! Kom de fuck aan, kom op. 6, oké. Okay. Wil je even op je taalgebruik letten? Ik heb een kind in de auto. Kijk, risky of safe? Ik denk dat ik ook safe ga, man. Je hebt letterlijk niks te halen uit safe. In jouw Jawel. Positie. Nee. Vriendschap. Oké. Okay. Ik heb vriends, oké, okay, kom op geld. Kom maar bij papa. Niet op Texas, please. Wat zal ik doen? Zal ik bingo of Sudoku? Ik ga bingo, hè. Ja, ga maar bingo, hè. Doe maar. Dat is echt een hele slimme keuze om je geld te besteden, ja. Soms af en toe wil ik gewoon even bingo. Ah, nee, Bob, nee, dat moet ook. Je zit mijn leven te manipuleren. Oh, 6. Shit. En Wilbo heeft het leven uitgespeeld. Gefeliciteerd. Wat ga je doen? Ga je geld... Oh, 250k krijg er ook. Ik ga bucketlist maar doen. Hè. Ik heb nog veel dingen te doen in het leven. Ik laat mijn vrouw achter en mijn kind ook. Ik ga er vandoor. Je gaat in je eentje ga je lekker op reis. Oh, oh, je krijgt niks. Als je zwart kon je iets winnen, Wilbo. Dat weet ik. Oh. Ik heb het spel gespeeld. Echt? Ronald, gooi laag. I can do this. Ik gooi hoog. Godverdomme. Het is alleen maar 8. Oh nee, nu heb ik het ook uitgespeeld. Oh nee! Maar je krijgt wel 200k erbij. En dan heb je 1,1 miljoen. Oh, ik kan mijn huis verkopen, dat was ook zo. Ja, nu kan je winnen. Oké, ik heb 1 keuze, Wilbo. Wat is jouw gevoel? Derde van de eerste rij. De derde van de eerste. Ik heb daar ook een goed gevoel over. Oh, nee. Oh my god, ik sta in je. Bedankt. Oh, wie is het beste in leven? Gewoon totale money. Nou, dan ben jij 100% met die 800k erbij. Dat is echt insane. Holy jij hebt mij gewoon het geluk getoond, hè. Holy shit, je hebt me gewoon gesmoked. Totale attributen. Maar je kunt nog winnen, hoor. Nee, jij zit al in de... Kijk dan. Nee, maar nu komen de kroontjes. En die zijn superveel waard. Oh. Oh. Oh my god. Hey! Hier. Yeah. Holy shit, dude. Oh nee, ga nog geld bij me af. Nee, niet te veel. Hey, Wilbo. Oh my god. Ronald is de winnaar, maar ik kan toegeven... Jij bent beter in leven met al die tips die je me gaf. Ja, dat was goed, hè. Dit potje was insane. Hey, check Wilbert's kanaal in de beschrijving.